Het bevalt supergoed. Dit is mijn eerste keer hier en we hebben gelijk best wel mooi weer te pakken. De eerste twee dagen was een beetje regenachtig. Maar ja, daar hebben we niet heel veel last van gehad, gelukkig. En we kunnen hier heel goed en lekker trainen. Wat is nou het eerste wat in jou opkomt als ik jou vraag naar hoe jouw eerste maanden bij deze ploeg zijn bevallen? Ja, top. Dat is eigenlijk precies topsport en top. Ja, het is, alles bevalt hier eigenlijk gewoon. Het is niet alleen het sporten, maar het is ook buiten het sporten om. Er is gewoon een gezellige sfeer in de groep. En ik denk ook dat deze groep perfect bij elkaar past. En ik denk dat we daardoor ook bij de trainingen nog meer eruit kunnen halen en nog meer er willen uithalen. Je komt over van Tel het net. Je hebt een mooi jaar gehad. Nu train met mensen als Sven Kraan en Patrick Roes. Die maakt uren mensen op de fiets. Die gaat straks met hun op het ijs. Ja, hoe voelt dat? Hoe is dat voor jou? Ja, ik kan het af en toe, als ik er dan op terugdenk, kan ik het nog niet echt beseffen. Af en toe kijk ik wel eens op YouTube schaatsfilmpjes. En van Sven en van Patrick en wat ze allemaal hebben bereikt. En denk van ja, dat ik daarmee samen mag trainen, had ik nooit verwacht. En toen in de bubbel dat ik al mee mocht trainen en dat ik in die trein reed, toen was ik al helemaal verbaasd. En ja, toen mocht ik ook het WK rijden en dat was voor mij echt zoiets van ja, het gaat de goede kant op. En het wordt weer bevestigd, zeg maar, dat het goed gaat. Want anders word je niet zomaar opgesteld. En ik denk dat wel de keuze ook heeft geleid tot deze ploeg. Omdat hun hebben zoveel ervaring en ik denk dat ze die ervaring nog op mij kunnen uitoefenen. En ik denk dat ik nog heel veel van hun kan leren. Hoe vind je dat het gaat zelf tijdens die training? Ja? Goed, ja. Wordt hier veel getest. En niet alleen hier, maar ook thuis. Dus als er iets is, dan kunnen we heel snel aan de bel trekken. Maar tot nu toe kan ik het tempo en de hoeveelheid kan ik goed aan. In de test is ook naar voren gekomen dat ik er gewoon goed voor sta. Maar ja, alles kan beter. En daar gaan we wel voor trainen. En daar zijn we nu ook voor bezig. En hopen dat we het dan op het ijs kunnen uitbrengen. Ja. Je hebt vorig jaar een mooi jaar gehad, we hebben het al gezegd. Dit jaar staat in het teken van de Olympische Spelen voor de meeste gasten. Hoe kijk jij naar dit jaar? Wat zijn voor jou doelen en dingen die je wil bereiken dit jaar? Ja, ik wil eigenlijk voornamelijk mezelf verbeteren. En als ik nu naar mijn tijden kijk, denk ik dat het nog een heel stukje sneller kan. En wat daarbij komt kijken, dat gaan we dan zien. En natuurlijk, het is een Olympisch seizoen. En WK allround is er ook. Zelf ben ik wel een allrounder, maar de 5 en de 10 kilometer liggen me denk ik toch wel het beste. Ook al kan ik een 1500 meter ook goed doorkomen. Maar wie weet wat erbij komt kijken. En wie weet plaatsing, maar wie weet ook niet. Over 4 jaar is er nog een kans.